Goedemorgen, lieve allemaal. Welkom bij Holy Trinity Church Utrecht voor een Godly Play verhaal. Het verhaal van vandaag heet De Barmhartige Samaritaan. Maar voor we met het verhaal beginnen, gaan we eerst een paar keer diep in- en uitademen om ons voor te bereiden op het verhaal. De armen doen mee. Met de inademing komen de armen omhoog en uitademend naar beneden. Inademend omhoog en uitademend naar beneden. Inademend omhoog en naar beneden. Zijn jullie klaar? We gaan beginnen met een gelijkenis, een parabel voor te bereiden. En het is goed om voorzichtig te zijn als we dicht bij een parabel komen, want ze zijn kwetsbaar. De kleur van de doos is goud. Dus het is goed mogelijk dat hier iets in zit dat net zo kostbaar is als goud. Het zou een parabel kunnen zijn. Parabels zijn zelfs meer waard dan goud. En er zit ook een deksel op de doos. Met parabels is het zo dat het net is soms alsof ze deuren hebben die dicht zijn. En dan kun je er niet bij komen. Ik weet niet waarom dat zo is. Maar geef de moed niet op. Blijf gewoon terugkomen bij de parabel. En op een dag gaat die voor je open. Het ziet er ook een beetje uit als een cadeau. En parabels zijn cadeaus die aan jou gegeven zijn nog voor je geboren werd. En ook al weet je niet wat een parabel is, toch is die al van jou. En de doos is ook oud. Net als parabels, die zijn ook heel oud. Ze zijn ouder dan jij of ik. Ouder dan je ouders of grootouders of zelfs overgrootouders. Ze zijn bijna 2000 jaar oud. Ik weet wat. Zullen we kijken wat erin zit? Oh, kijk eens. Wat hebben we hier? Iets bruins. Er is wel heel veel bruin. En er zitten helemaal geen andere kleuren in. Ik zie geen groen en geen blauw. Alleen maar bruin. En het is ook een beetje ruw. Net schuurpapier. Wat zou het kunnen zijn? Een vlot om een rivier over te steken of misschien een enorm stuk chocola? Het is moeilijk om te raden wat het is als er alleen maar bruin is. Laten we eens kijken of er nog meer in de doos zit dat ons kan helpen. Wat zou dit kunnen zijn? Een verbandje? Of misschien van die brede linsspaghetti. Misschien is het een hek waar je overheen kan springen. Zo van de ene kant naar de andere kant en weer terug. Zou er nog meer zijn? Ik weet het. Hier zijn twee steden. Dus dit is een weg. Dit is een weg van deze stad. Naar deze stad. Oh, maar er is nog meer. Wat zou dit nou kunnen zijn? Het is wel heel donker.
zit helemaal geen licht in. Het lijken wel schaduwen of diepe gaten. Misschien zijn het rotsen. Is er nog iets dat ons kan helpen? Zo. Ja, nu is het verhaal helemaal voorbereid en kunnen we beginnen. Er was eens iemand die zulke belangrijke dingen zei en zulke bijzondere dingen deed, dat de mensen hem volgden. En terwijl ze hem volgden, hoorden ze hem vertellen over allerlei onderwerpen. En de mensen stelden hem ook vragen. Op een dag vroeg iemand: wat is het allerbelangrijkste in het leven? En Jezus antwoordde: dat weet je al. Ja, dat klopt. Het is: houd van God en houd van je naaste. Net zoals je van jezelf houdt. Maar wie is mijn naaste? En Jezus antwoordde met deze parabel. Er was eens iemand, een reiziger, die van Jeruzalem naar Jericho liep. En toen hij al een heel eind gelopen had, werd hij opeens overvallen door rovers. Ze sloegen hem heel hard. En ze pakten alles wat hij bij zich had van hem af. Daarna lieten ze hem half dood naast de weg liggen. Niet zo lang daarna kwam er een priester van de tempel in Jeruzalem over de weg lopen. En hij was ook op weg naar Jericho. Toen hij bij de man kwam die geslagen was, beroofd van al zijn bezittingen en half dood langs de weg was achtergelaten, ging de priester naar de andere kant van de weg en liep door. Er was nog iemand die bij de tempel in Jeruzalem werkte. En ook hij was op weg naar Jericho. Deze man hielp de priester. En hij hielp ook bij de muziek. Het is een leviet. En toen de leviet bij de man kwam die geslagen was, beroofd van al zijn bezittingen en half dood langs de weg was achtergelaten, ging die naar de andere kant van de weg en liep verder. Er was nog iemand op de weg van Jeruzalem
naar Jericho, die niet uit Jeruzalem kwam. Hij was een Samaritaan op bezoek uit een land dat Samaria heet. En de mensen uit Jeruzalem hadden een hekel aan mensen uit Samaria. En de mensen uit Samaria hielden ook niet van de mensen in Jeruzalem. Toen de Samaritaan bij de man kwam die geslagen was, beroofd van al zijn bezittingen en half dood langs de weg lag, ging hij naar hem toe. Hij deed medicijnen op de wonden die pijn deden. Hij gaf de gewonde reiziger zijn jas. Hij tilde hem op de ezel en bracht hem naar een herberg net buiten Jericho. Zodat de gewonde reiziger daar kon overnachten. De Samaritaan bleef zelfs de hele nacht bij de gewonde reiziger waken. En in de ochtend gaf hij de baas van de herberg een heleboel geld, zodat de reiziger daar zou kunnen blijven tot hij helemaal beter was. Ik vraag me af, wie is de naaste van de gewonde reiziger? Is hij zijn naaste? Of is dit de naaste van de reiziger? Is dit zijn naaste? Of is dit de naaste van de reiziger? En ik vraag me af, wie is de naaste van deze rover? Is dit zijn naaste? Of is dit de naaste van de rover? Is dit zijn naaste? Of is hij de naaste van de rover? En ik vraag me af, wie zou de naaste zijn van de priester? Is hij zijn naaste? Of is hij zijn naaste? Is dit de naaste van de priester? Of is dit zijn naaste? En ik vraag me af, wie zou de naaste zijn van de Samaritaan? Is hij zijn naaste? Of is hij zijn naaste? Of is dit de naaste van de Samaritaan?
Ik vraag me ook af hoe het verhaal zou gaan als al deze personen vrouwen waren in plaats van mannen. En ik vraag me ook af wat er zou gebeuren als de gewonde reiziger gevonden was door een kind. Hier hebben we de gewonde reiziger. De Samaritaan met zijn ezeltje. De Leviet. De priester. De twee rovers. De rotsen. Jericho. En Jeruzalem. De weg. Ik wens jullie een heerlijke zondag. Tot ziens.